Hey kijkers van ING Only Voetbal. Vandaag gaan we een keertje niet zelf voetballen, maar gaan we het hebben over iets essentieels voor tijdens het voetballen. Mijn voetbalschoenencollectie. Mijn pareltjes zijn toch wel deze Nike Mercurial Vapor 9. Je kunt ook een beetje zien dat ze heel erg versleten zijn. En dat heeft een hele duidelijke reden. Ik heb hier in de B 2 jaar op gevoetbald. Toen was ik denk ik 15, 16 jaar. Toen werden we met mijn voetbalclub, dat waren zeg maar de hoogtijdagen uit mijn oh zo glansrijke voetbalcarrière. Zeg ik met een lach inderdaad. Maar toen werden wij 2 jaar achter elkaar kampioen. En ik werd ook 2 jaar op rij topscorer. Wat helemaal niet gek is, want ik was spits, dus dan moet dat eigenlijk wel. En dat was op deze schoenen, dus het blijven altijd hele mooie herinneringen voor mij in ieder geval. Favorieten zijn toch wel deze prachtige, vind ik nog steeds, Hyper Venom Phantom Anti-Glock. Wat het mooie is, dat Anti-Glock betekent dus zeg maar dat er geen gras onder blijft plakken. Het zijn ijzeren noppen, dus helaas kan ik ze niet heel vaak aan, omdat wij natuurlijk tegenwoordig veel meer op kunstgras voetballen dan op normaal gras, wat ik persoonlijk heel jammer vind. Maar als we op gras spelen, dan draag ik altijd deze. Ik hou gewoon van dat zwarte, authentieke, maar dan toch weer een beetje het hippe, nieuwe kleur erbij. En die ijzeren noppen zijn gewoon leuk om af en toe in te schoppen. Ja, verreweg mijn allermooiste herinnering zit toch wel in deze Nike Hyper Venom Phantom 3 Strike Night. Ik ben, wellicht heb je dat ooit gezien voor YouTube, naar de Strike Night geweest in Londen. Er was daar een superbruut event wat werd georganiseerd. Ik heb daar Bentek mogen interviewen. Er waren allerlei andere spitsen. Denk aan Hazard, Rashford, Icardi, Oxlade-Chamberlain. En dat event was zo ontzettend bruut en nog steeds een van de vetste dingen die ik heb meegemaakt. En deze schoenen herinneren mij aan dat event. Dus daarom hebben deze de beste herinnering voor mij. Mercurial Superflies van Cristiano Ronaldo. Die krijgt eigenlijk 7 schoenen, 7 chapters. Dit is chapter 4. Toen ik deze zag, ik vond ze gelijk zo bruut, dat oranje met dat blauw dat zo overloopt. En toen zag ik vervolgens ook nog dat Mattie ze had, waarop ik een beetje ging huilen. Maar ik snap nog steeds niet waarom, maar Mattie heeft ze gewoon aan mij gegeven voor mijn verjaardag. Dus een van de mooiste cadeaus die ik heb gekregen toen ik 19 jaar werd. Nee. Ja, Mattie, nog bedankt man. Alle nieuwste zijn dusdanig nieuw dat zelfs zeg maar dit er nog in zit en ook dat propje hier zit er nog in. Zo nieuw zijn ze zelfs nog. Het zijn de Nike Hyper Venom Phantom 3's. Dat is een samenwerking tussen Nike en EA Sports. Het is echt super ziek. Deze schoenen komen zeg maar uit de FIFA game, uit FIFA 18. En check deze onderkant. Ik vind dit zo bruut. Het is echt niet normaal. Ze zijn niet normaal vet. Ik heb mijn teen helaas gebroken, dus ik heb er nog niet op kunnen voetballen. Maar zodra ik weer kan voetballen, ga ik ze ook in het echt gebruiken. Hoeveel zijn er bij elkaar waard? Ik denk dat we dat maar gewoon het best kunnen tellen of zo. Ik pak mijn rekenmachientje erbij. 120 euro, 80 euro, 315. Deze waren 90 euro, 80 euro, 350 euro. Beide 300 euro, ook 300 euro. Heel ziek, zonder veters, 65 euro. En dan komen we uit op een prachtige, precieze 2000 euro. Dat vind ik voor mij ook opmerkelijk. Super bedankt voor het kijken naar mijn schoenencollectie. Ik vond het heel leuk om te doen. Hopelijk vonden jullie het ook leuk om te kijken. Vergeet je zeker niet even te abonneren voor meer van ING Only Voetbal. Doe even een duimpje omhoog. Plaats een leuke reactie over wat jij de mooiste vindt. En check ook even onze Instagram. Ik zie jullie snel weer. Later mensen. Die zat. Nou.